Voor deze aflevering van Love & Care zijn we op weg naar Koekangen in Drenthe. En wel naar het bedrijf van Arjen Antonissen. Heel bekend onder de Citroën-adepten. Maar hij doet veel meer. Alle merken. En hij richt zich vooral op het echt goed onderhouden en verantwoord onderhouden. Ook als het gaat om het milieu en dergelijke van klassieke auto's. Ik ben heel benieuwd. Dit moet Arjen Antonissen zijn. Klopt, ben ik. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, bezig met een Traction. Ja. En dat is een van de vele Citroëns die we hier tegenkomen. Maar klopt. Dit is niet het enige merk wat je doet, toch? Nee, we doen alle merken. Maar een voorkeur voor Citroën? Dat is begonnen in 1988. Wat ben je hier aan het doen? Ik heb hier de koppeling van vervangen. Okay. De koppelingen van vroeger waren met de vingerdrukgroepen. En die zijn heel erg trillingsgevoelig. En die vervangen we nu voor een diafragmakoppeling. Die veel minder trillingsgevoelig is. Waardoor mensen veel meer plezier hebben aan hun auto. Het is veel meer dan onderhoud. Het is eigenlijk verbeteren van wat het ooit was. Verduurzamen, verbeteren. Ja, we doen het omdat de koppeling kapot is. Dan vervangen we het door iets wat beter is. Maar kun je een auto daadwerkelijk beter, betrouwbaarder, sneller maken dan ze ooit waren zonder dat je het over tuning hebt? Gewoon door modern spul te monteren of te doen? Als je ze alleen al daar kon krijgen waar de fabriek ze bedacht had en waarmee ze ze nieuw hebben afgeleverd, dan win je al bij heel veel auto's heel veel. Het is de constructiesnelheid die je eigenlijk gaat opzoeken. Als je die pk's er al uit kunt krijgen, dan win je al zo vreselijk veel meer. Dan heeft dat ook gevolgen voor uitstoot, milieu. Jazeker. Maar om dan wat te noemen, de olie. In hoeverre draagt dat bij aan een mooiere wereld? Moderne oliën zijn zo goed dat ze in moderne auto's met hele kleine toleranties kunnen werken. Het vuil zwevend houden, waardoor er veel betere filtersystemen zijn die dat vuil er weer uitpakken, waardoor de olie veel langer mee kan gaan. Ja. De thermische belasting van de olie is veel beter geworden. Maar een moderne olie toepassen in een klassieke auto, daar moet je heel erg mee oppassen. Het kan ook te goed zijn. Olie kan te reinigend zijn, kan te dun zijn. Dus je moet wel heel erg waken voordat de spelingen in dit soort motoren bedoeld zijn voor de oliën die worden voorgeschreven. Dit is ongedoopte olie. Dit is olie waarbij er heel weinig toevoegingen in zitten en die houden de vervuiling niet zwevend. Goedkope troep? Nee. Oh. Dit is olie voor klassiekers. Voor motoren zonder oliefilter. Want dan is het juist de bedoeling dat de rommel zakt. Juist. Naar het karter. Juist. Want daar kan het geen kwaad meer. Daar kan het geen kwaad meer. Anders blijft het zweven, dan gaat het mee door de motor en dan veroorzaakt het extra slijtage. Ja, ik snap het. En ik kan het je laten zien. Ja. Er ligt allemaal spul. Jeetje. Een dikke, vette drap met allemaal stukjes rommel erin. Ja, dan zie je wel dat het. Dank je. Dan zie je wel dat het functie heeft, hè? Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je blijft bij de olie die de constructeur heeft voorgeschreven. Ja. Als je hier in deze auto een moderne olie zou gaan toepassen, dan heb je kans dat je die vervuiling juist losweekt en door de motor meeneemt. Ja. En dat kan weer leiden tot extra schade. Situatie. En daar hebben we voorbeelden van liggen om jou te laten zien wat er dan kan gebeuren. Okay. Hier heb ik een aantal voorbeelden van lage schalen en een drijfstanglagerkap. Ja. Deze drijfstanglagerkap kun je zien. Daar zitten pitjes in. Ja, beschadigingen aan de binnenkant. Juist. Dat kan door vocht of door verzuring van de olie als je het niet vaak genoeg ververst. Okay. Je moet de olie verversen, liefst voor de winterstop. Okay. Dat is verse olie wegzetten. Want anders gaat het zuur in de winter juist vreten. Inwerken, juist. Ja. Hier heb je een hoofdlagerschaal van een oude klassieke auto. En dan zie je dat de helft eigenlijk al weg is gevreten. Ja, dit is, mag ik even een beetje. Ja, hij doet zijn werk bovenstuk, bovenstuk is mooi glad, maar onder is het een maanlandschap. Ja, is weggevreten. Gewoon door fouten. Zuur, vocht, dat soort dingen. Zo, wat een enorm effect. Ja, en als je een of andere chique, zware motor hebt, dan gaat dat. Dan kun je die. Dan kan je wel verliezen. Bij deze ook gebeurt. Dus dat is helemaal weg. Die is weg. En dan zie je dat hij daar bij dat gat komt. Dat de uitsparing komt bij het gat. En dan verlies je je oliedruk. Ja. Want dan heeft hij geen ruimte meer om te bouwen aan oliedruk. Ja. En uiteindelijk krijg je dit. Deze categorie is wel toedeloe. Dan kom je tot met een luid klapperende motor tot stilstand. Jeetje, meneer. En dat betekent de motorrevisie. Ja. Terwijl je dat heel simpel kunt voorkomen door regelmatiger olie te verversen. Dus
Wat je feitelijk zegt is smeermiddelen en dan met de olie voorop, de motorolie voorop. Het is eigenlijk gewoon ongelooflijk veel belangrijker dan ik dacht. Menigeen denkt, ja. Gewoon de goede olie kopen. Je moet voor jouw auto. Goede olie kopen. Ja. Okay. Kwaliteit olie. Nou, dat is een goede les. Want daar heb ik vaak de hand mee gelicht, kan ik je melden. Velen. Ja. Nou Arjen, dan dank ik je hartelijk voor de blik inside eigenlijk. Wat mij opvalt hier is dat jij met grote zorg en respect voor milieu en natuurlijk ook motorprestaties en alles en zo bezig bent. Veel meer doet eigenlijk dan alleen maar te zeggen van de klant wil dit, ik doe dat en vervolgens weer toedeloen. Ja. Wordt steeds belangrijker aspect, hè? Het pakket moet wel compleet zijn. Ja, het pakket moet compleet zijn. Wordt ook van je verwacht. Ja, wordt van mij verwacht en wil de klant ook, ja. Dus, ja. Super, hartelijk dank. Graag gedaan. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer. Afgesproken.